Nou, Stefan Raham-Takman, hij zit hier links naast mij. Wij zijn heel blij dat we op dit moment de nieuwe hoofdtrainer voor 2017-18 kunnen presenteren voor de prachtige voetbalvereniging Co-Ed Kampen. De 41-jarige trainer, hij zal zich straks ook even voorstellen, uit Zwolle. Die heeft vanmorgen een overeenstemming bereikt met de voetbalvereniging Go Ahead Kampen. Wij zijn ingenomen met de komst van de hoofdtrainer. Op dit moment is het zo dat hij nog verbinding heeft met Dize West. Daarvoor was hij boegbeeld van SCI. Ook kampioen gemaakt van de derde naar de tweede klasse. Zijn trainerscarrière is begonnen als assistenttrainer van HAC Hardenberg. Ook een gerenommeerde club in de omgeving. En hij is daarna ook heel actief geweest als verdediger op hoofdklassenniveau bij CSV 28, de Kwik 28, Spakenburg en WRC. Stefan Raham-Takman, volgend jaar trainer bij Go Ahead in Kampen. Op dit moment bij Dize West. Wat verwacht je er zelf van hier in Kampen? Nou, hier ligt een hele mooie uitdaging. Een mooie, stabiele club in de omgeving. Jeugd in een goede balans met jongens die al wat langer lopen. Dus wat het gaat worden, dat gaan we zien. Maar ik heb er in ieder geval wel heel erg veel zin in. Het is een club met ambitie en ik ga ervan uit dat jij die ambitie ook hebt. Dat jij inderdaad denkt van nou, als we met deze club een stap kunnen maken, dan zou dat mooi zijn. Ja, nou ja, vorig jaar waren ze er volgens mij al heel dichtbij. Een hele goede eerste seizoen zelf gespeeld. De tweede seizoen zelf uiteindelijk het niet gered. Ik denk dat Edwin van Eijen hier heel goed werk heeft verricht. En ja, daar kan ik mooi op verder borduren. En voordeeltje is misschien weer trainer op de zaterdag. Je bent nu trainer bij zondagclub Dize West in Zwolle. Op zaterdag lekker naar het voetbalveld en op zondag straks weer lekker bij moeders thuis op de bank. Ja, dat klopt. Nou ja, uiteindelijk ben je gewoon gek van het spelletje. En zaterdag, zondag, dat maakt op zich niet zoveel uit. Je doet al zo lang dat op zaterdag, dat zondag eventjes wennen was. Heeft wel wat voordelen gehad. Mijn vrouw die zei dan kon ik mooi op zaterdag bij de kinderen en de sporten gaan kijken. Maar de zaterdag is wel, dat heb ik ook altijd wel gedacht, dat ik uiteindelijk weer naar het zaterdagvoetbal wilde. Je bent zelf als voetballer vooral bekend geweest bij Bekwiek 28 in de goede jaren. Heb jij een idee wat je eventueel kunt gaan veranderen hier bij Go Ahead? Je hebt het over het vast vaak collectief sterk. Denk je van qua spelwijze, daar kunnen we nog eens een keer wat aan toe gaan voegen? Nou ja, het collectief dat is heel erg belangrijk. Dat is uiteindelijk de basis. En van daaruit gaan we aan de slag. En ik heb nu een half jaar de tijd om eens goed te gaan kijken naar de huidige groep. Dus ik wil eerst dat eigenlijk gaan doen voordat ik kan kijken van nou, waar gaan we naartoe. Nou, ik wens je heel veel succes bij deze club met je nieuwe contract. Ja, dankjewel.